Hoi en welkom bij een nieuw filmpje. Vandaag wil ik graag samen met jullie dit kaartje maken. Dit kaartje heb ik gemaakt met de Special Someone stempelset. En die is op dit moment verkrijgbaar in de mini-catalogus. En tot het einde van maart zijn er zelfs stansen te verkrijgen die bij deze set horen. Maar die gebruik ik voor deze kaart niet. En laten we snel aan de gang gaan. Voor deze kaart heb ik de Rococo Roos gebruikt, een van de inkollers. En voor de andere kaart wilde ik graag Pretty Peacock gaan gebruiken. Ik pak er even een stempelblaadje bij en een basiskaart. En hierop ga ik het hartje stempelen uit de stempelset. En ik stempel gewoon een hele rand. En ik stempel ze alle kanten op. En ik vul zo het hele randje op. Ik ga ook over de rand. Bijna rond. Even kijken of er hier nog eentje tussen past. En hier nog een kleintje. Dan ga ik even controleren met het laagje wat erop komt of alles bestempeld is. En dat is het. Dan maak ik mijn stempeltje even schoon op de chamois. En ik pak het ballonnetje. Ja, eigenlijk de vulling van het ballonnetje. En die stempel ik eerst een keertje af, voordat ik hem op de kaart stempel. En zo stempel ik de hele kaart. En deze heb ik maar voor de helft gestempeld, dus die stempel ik nog een keertje af om alle inkt eraf te krijgen. Want anders krijg je, oh, ging die bijna verkeerd. En vind je dit zelf nog te donker, dan kun je hem ook twee keer afstempelen voordat je hem gebruikt. En maak je nu gewoon een keer de fout dat hij niet afgestempeld is. Geen nood aan de man, hè. Stempel dan een aantal andere ook nog gewoon een keertje donkerder. En dan lijkt het net alsof het erbij hoort. Laatste stukje. Dan leg ik mijn Pretty Peacock weg en ga ik de afbeelding stempelen. Ik heb uit een stukje Whisper White met de Stitch Rectangle Dies heb ik
een stukje uitgestanst, groot genoeg voor de wasbeer. En degene die daarop volgt heb ik gebruikt voor een zwarte mat. Om gewoon een mooi randje te krijgen. Dan neem ik de, ja, hoe ga ik dat noemen? De haren van de wasbeer. Of eigenlijk het velletje van de wasbeer. En die ga ik stempelen met Memento inkt. En die stempel ik een beetje. Ja, ongeveer. Op het midden. En nu zie ik dat ik een inktvlekje gemaakt heb. Die ga ik er proberen af te halen. Ik heb waarschijnlijk ergens inkt op mijn handen zitten. En dat doe ik met mijn sand eraser van Tombow is die. Die haalt kleine vlekjes weg, of tenminste... Die maakt het in ieder geval minder zichtbaar. Wees hier wel voorzichtig mee, zodat je niet je papier kapot maakt. Zo, nu is die praktisch weg. Ben ik blij om, anders moet ik hem opnieuw doen. Maar dat had ook gekund. Dan neem ik de opvulling van de wasbeer. Zal ik deze even weghalen. En die stempel ik met Smoky Slate. En die moet ik precies er bovenop. Dan is de wasbeer ingekleurd. Sommige mensen houden, om het te passen, houden ze de omlijning aan van de stempel. Ik heb me een beetje gericht op de twee oogjes en het neusje, zodat die precies op dat zwarte vlak terecht kwam. En dan komt die er netjes uit. Dan ga ik het gras nog een beetje inkleuren met mijn Stamping Blend in Old Olive. Dit kun je uiteraard ook met een marker doen. Of met je watercolor potloden. Maar ik had mijn Stamping Blend al naast me liggen. En dan stempel ik de Happy Birthday eronder. Zo, dit is de goede volgorde. En nou zit hij ietsje scheef. En dat vind ik heel irritant. En ik ga even kijken of ik dat kan oplossen. Ik vind het toch een beetje zonde als het niet helemaal recht zit. En ja, dat gebeurt mij ook. Ik pak mijn... Classic label punch erbij. Ga ik even kijken of die erin past. Ja, hij past er precies in. Dan ga ik kijken of ik die er overheen kan plakken. Nee, dat gaat niet. Ja, wat ga ik nu doen? Ik denk dat ik gewoon even heel snel een nieuwe ga stansen. Dus ik spoel eventjes snel door tot de plek waar ik gebleven ben. Zo, en deze keer is het me wel gelukt. Ik heb het voorgaande even doorgespoeld, want jullie hadden het natuurlijk al een keer gezien. Maar ja, het gebeurt mij ook dat ik niet helemaal recht stempel. Het is niet heel dramatisch, maar ik weet dat ik me eraan blijf ergeren. Dus ik leg hem opzij en ik ga snel verder met deze. Deze plak ik
op de stuk, basic black cardstock. Zo. En dan doe ik er dimensionals achter. Zo. Dan haal ik de achterkantjes eraf. En dan plak ik hem op de kaart. En dan is die klaar. Super leuk is die geworden. En het was beetjes echt schattig. De Special Someone stempel set. En er zit nog een eekhoorntje in. En een klein muisje. Wil je de set nu bestellen? Stuur mij een mail naar danielle.kassing@gmail.com. En ik help je graag verder. Heb je andere vragen? Stuur ook gerust de mail. En ik stuur je zo snel mogelijk een antwoord terug. Dit was het voor vandaag. En heel graag tot de volgende keer. Doei!